Goedemorgen, het is weer tijd voor een vlog. Ik ga namelijk vandaag naar het I Love Beauty event in de Jaarbeurs in Utrecht. Ik heb er echt super veel zin in. Geen idee wat ik moest verwachten en hoeveel van jullie er gaan zijn. En ik vind het gewoon heel erg leuk in ieder geval om mee te maken. Voor nu, het is 8 uur. Het is nog helemaal donker buiten en ik ga ontbijten. Want voor degenen die het niet weten, ik woon in Groningen. Dus Utrecht is nog 2 uur rijden. Ik ga straks vriendinnetje Rashida ophalen, want die gaat lekker met me mee. En voor nu, mijn ontbijtje heb ik hier. Is magere kwark met kaki en geroosterde pompoenpitten. Ik ga lekker eten en dan ga ik Rashida ophalen. Ik heb er zin in. En daar is ze, jongens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ben je wakker? Bijna. Komt goed. Oké, off we go. Oké, we moesten heel even plassen. En toen gebeurde dit. Kijk nou! Oh. Welke smaak heb jij? Ik heb popcorn, disco dip, melk chocola en melk koffie. Oh, sounds good. En yeah. Dit is lemon melk lemon cheesecake. Focus, ja, yeah, melk lemon cheesecake. En puur amandel zeezout. Oh, zo lekker. En de meeste waren limited editions, dus we konden ze echt niet laten liggen. Het moest. Het moest. Maar goed, let's go verder naar de jaarbeurs. En we zijn er. Yeah. Yeah. Op naar de jaarbeurs. Ik ben echt heel benieuwd. Ja, volgens mij moeten we daarheen. Ja, volgens mij ook. Oké, daar zijn we dan in de jaarbeurs, in de huiskamer. Rashida voelt zich al helemaal thuis. Toch? Ja, dit is echt perfect gebouwd dit. Wij vermaken ons wel. Ik zal je even laten zien. Hier is een hele huiskamer ingericht. Waar alle vloggers en bloggers in komen. En rondomheen zijn allemaal stands van allemaal merken. Voornamelijk beauty. Hier is Bougie Shop. Ik weet niet of jullie het kennen. En ik zag al Anastasia. En Dante Couture. En echt allemaal leuke dingen. Dus we gaan ons hier zeker wel vermaken, denk ik. In ieder geval tot 1:15 ben ik hier in de huiskamer. En ik ben heel benieuwd of er überhaupt mensen komen. En, maar goed, dat gaan we allemaal wel zien. Het is hier nog super gezellig in de huiskamer. Ik zit ook nog met andere YouTubers. En ik vind het wel leuk als zij zich ook even voorstellen. Hi. Hoi, mijn naam is Melanie van het kanaal Melanie Persona. En ik vlog voornamelijk over beauty en make-up en fashion. Leuk, leuk. En hier hebben we nog een YouTube-ster. Hoi, ik ben Sanne en ik blog op www.lavisagista.nl. En daar zit ook een YouTube-kanaal bij, Lavisagista. En dat gaat over beauty en soms schrijf ik ook artikeltjes over moederschap. Een beetje van alles wat er. Superleuk, dit is echt allemaal verschillende. Ik voel me hier echt de enige fitnessblogger volgens mij. Maar dat maakt helemaal niet uit, want ik vind beauty ook erg leuk. Dus het is gewoon heel gezellig. Jouw vlogger te ontmoeten, jij bent er ook? Ja, ik ben er ook. Ik ben er straks meteen hierna. Dan ren ik naar de huiskamer. En daar kunnen we even een praatje maken, een selfie maken. Nee, ik ben er vanmiddag rond een uur of 3 open, omdat jullie iets anders willen doen. En naast dat we natuurlijk de stand hebben, uitgebeautied voor vandaag. We hebben even wat heerlijks gehaald bij de Starbucks. Ik heb een toffee nut latte met slagroom, omdat het af en toe ook best wel eens ongezond heb. En wat heb jij, Ras? Ik heb een chai tea latte. Woehoe. Geen skinny dit keer.
normale vette. Gewoon een normale. Wij gaan er lekker van genieten, jongens. Jam. En natuurlijk ook even sportkleding kijken. Want ze hebben hier in Utrecht een winkel en daar verkopen ze Under Armour. Echt, naast Nike vind ik dit echt het tofste merk dat er is wat betreft sportkleding. Dus eventjes leuzen. Geen idee of we iets gaan kopen, maar dat zien we dan wel weer. Zo, we zijn inmiddels weer thuis. We hebben keurig ons ingehouden. Geen sportkleding gekocht. Dus dat is top. Ik heb nog wel wat anders gekocht, maar dat laat ik jullie straks nog wel even zien, want dat ligt in de auto. We zijn nu bij Rashida thuis, dus helemaal uit Utrecht weer terug naar Groningen gereisd. En we hebben net even heerlijk pizza's gehaald bij Domino's. Dus wij gaan lekker pizza eten. En ik ben inmiddels weer thuis. Het regent trouwens echt ontzettend en het waait echt super hard. Dus mijn haar wordt steeds slechter. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Ik zal jullie nog even laten zien wat ik wel gekocht heb. Allereerst 2 nagellakjes, want ik kan het gewoon niet laten. Allereerst deze van Essence. Een nude-achtig nagelkleurtje. Hij heet Candy Love, nummer 34. En deze, ook van Essence. Het is een limited edition van de kerstvariant. En die heet Mary Berry. Tenminste, ik weet niet of de kleur zo heet. Purple with Purpose, zo heet die. Echt een hele mooie paarse kleur. En waarschijnlijk weet je het wel, of misschien weet je het niet, maar ik ben echt een nagellak freak. Dus ik kon het niet laten. Deze heb ik trouwens gewoon bij de kruidvat gekocht. Want op het I Love Beauty event was het echt zo druk bij alle stands dat ik daar eigenlijk niks meer heb gekocht. En ik heb deze schoentjes gekocht bij de H&M. Ik was al een hele tijd aan het twijfelen, eigenlijk de hele zomer al, van zal ik zulke schoentjes kopen of doe ik die nooit aan? Maar goed, nu waren ze maar €10 bij de H&M en er ging ook nog 50% af. Dus toen kon ik ze echt niet meer laten liggen, dus toen heb ik ze meegenomen. Dat was mijn dag. Ik vond het echt heel erg overweldigend, echt heel erg leuk. Ik heb echt ontzettend genoten. Rashida, tot dat je meeging, echt heel erg leuk. Nu ga ik nog lekker even chillen met mijn vriend, even op bed, filmpje kijken of zo, en dan lekker slapen. Jullie, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Geef een duimpje omhoog als dat zo was. En ik vind het super leuk als je subscribt op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je heel graag in de volgende video. Doei doei!